Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton, The Miracle Mask. In deze aflevering gaan we kijken hoe we naar het hotel gaan komen. Dat is in ieder geval waar we de vorige keer gebleven zijn. Deze straat hebben we nog niet bekeken, dus dat gaan we nu doen. De vorige aflevering zijn we naar Angela geweest en Angela die vertelde ons eigenlijk alles wat er te weten valt over onze grote vriend, de gemaskerde muchacho. En dat hij een specifieke kappen of masker heeft die ze vroeger ooit in een ruïne hebben gevonden en daar hun beste vriend Randall zijn verloren. Dus dat is een beetje wat er de vorige aflevering gebeurde. Nu gaan we kijken of we misschien nog wel wat meer informatie kunnen vinden voor dit, onderzoek. Oh, de politie kan de slechterik niet tegenhouden. Altijd een stap achteruit of achter de gemaskerde muchacho. Ik denk dat ik er gewoon voor ga om dingen gewoon echt in het Engels te lezen, omdat het dan denk ik makkelijker is. Als ik dingen hoef te lezen, want dit is op zich niet heel interessant, maar even kijken. Something like that. Many thanks for your assistance, sir. Sure, no need to be so formal. My name is Nils. Hey, Nils. Seriously, people still act like that nowadays. That must be the boutique, the policeman. Siri, hou je bek. Hou je bek. Dank je. Oké. That must be the boutique, the policeman mentioned earlier. What a vivid selection they have. Well, let's go inside. Ze hebben een vivide collectie. Pijlbomen. Ja, dat kan wel in de woestijn, hè? Oké, let's go. Oh, we moeten er zo in. Oh, wat een mooie maskers. Oh, een hintmuntje. Kijk. Nou, mevrouw. Oeh, een puzzel. Ludmilla, zo heet ze. Oké. Hello there, come in, come in. Good evening, madam. May I ask you... may I ask if you are the owner of this establishment? Shush, not a word more. I know exactly what you're looking for. Hold on. I have just the thing. There, a dashing harlequin outfit for a fine gentleman. Actually, we're hoping you could give us some more information on the masked gentleman. Oh, you're that kind of customer. Why didn't you say so? Alright, if you solve this puzzle, I'll tell you what I know. Oké, we gaan een puzzel solven. Tenminste, dat is de bedoeling. We moeten in ieder geval weer een nummer invoeren, heb ik al gezien. The long wait. This delicatessen, dat lijkt net een Nederlands woord, is quite the fashionable place to shop for groceries this season. You can always look through the shop window and see the queue of people waiting at the till. Okay, spannend. The window is largely covered in posters, but can you count how many people are in the queue today? Okay. We moeten peoples gaan tellen. Wat daar handig aan is, is dat we gewoon gaan kijken hoeveel paar voeten we zien. Dus ik denk dat het makkelijkst is. Dus we beginnen met die bolle, dat is er 1. Dan die hele dunne, dat is 2. Die komt ook onder die poster vandaan. Dan daarnaast heb je 3, 4, 5, 6, 7. Ik denk dat het er 7 zijn. En als dat zo is, dan is dit een hele makkelijke puzzel. Just a dash of puzzle solving here. Oh, we hebben het fout. We hadden wat langer na moeten denken. Ik had wat langer na moeten denken. Even kijken. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven.
Even kijken. Is er nog ergens een 8? Ja, je ziet hier, je zit bovenin in het scherm, boven de blauw-roze poster, dat je twee soorten haar hebt. Dus het zal wel 8 zijn dat er daar nog iemand achter staat. Alleen dat die voeten, weet ik veel, niet goed zichtbaar zijn. Ik denk dat het antwoord 8 is. En dan kijken we zo meteen wel of dat... Hey, het klopt. Nice. There is no puzzle without a solution. Ah, zie je? Er hangt nog iemand op zijn rug. Oké. Aren't we clever clogs? Alright, what do you want to know? What do you know about the masked gentleman? Not a great deal, actually. He turned up about a month ago. No one knows from where, okay? Shit, weggeklikt. How he performed these tricks? Well, nobody knows. Some say it's magic. And that's all I know. But if you're doing an investigation, I do have something that may sharpen your reasoning skills. Who knows? I might even help you fashion sense, young man. What is it? It's called the One-Stop Shop. Just a little puzzle game I made on a quiet day. Dit is weer zo'n minigame die je kan vinden in je trolley, zeg maar, of in je trunk. It's easy once you get the hang of it. Just have a play around. You might learn something about shopkeeping too. Wow, this looks like a lot of fun. Thank you very much. De shop minigame zit nu in de trunk. Wat een vlot. We gaan wel even naar kijken, want er zit waarschijnlijk één puzzel onderin. Give it a try. There are all sorts of things you can sell. If you manage to sell every item in every aisle, come back and see me. Oh, I have a little something specially prepared for you. Don't forget. Okay. I will come and visit when I have finished them all. Moeten we niet vergeten. Okay. Shop. In the one-stop shop, is to stock the shelves in such a way that the customer is certain to buy everything on the display. Okay. Ludmilla decides where the first item goes and outlines in red. Okay. She's the boss and her decision is final. Oh. Die items mag je dan niet veranderen. Okay. Use the stylus to select goods from the top of the screen and place them on the shelves. While holding an item, a part of the aisle will turn dark. Okay. Either the item is too large for that space or there's nothing there to support it. Okay. Spannend. Also, you can hold an item to have Ludmilla tell you about its color and type. Okay. Once you've finished arranging the items, touch open shop to open shop for business. Okay. We have a customer, volgens mij is dit te oefenen. How exciting our first customer. Let's see how she goes about her shopping. Ah ja, I like to buy Fluffy the Teddy. Ah, nee way. Okay, sweet. You actually got him. No way. Okay. So that's why Ludmilla picks the item first. She always seems to know what the customer wants even before they come into the shop, tuurlijk. It's a yellow teddy called Fluffy. Isn't it adorable? It is fantastisch. Once you catch their attention, customer will buy products on impulse. Are you Fluffy? Hehe. Okay. I like teddies, best of all, and here's another one. Okay. Ah, okay. Dus als ik het goed begrijp, ik zal even naar de andere scherm gaan. Als je... Van teddy ga je naar hetzelfde soort is een teddy. Ga je naar dezelfde kleur is wit. Ga je naar dezelfde of naar een andere kleur, maar wel hetzelfde product. Dat is geel en dan weer van geel naar geel. Dat is het idee, denk ik. Ik denk dat we dit kunnen overslaan en gewoon de eerste gaan proberen.
Oké. Laten we de eerste gewoon gaan proberen. These are our new items. Oké. Spannend. Oh, er is nog meer. Oké. Dus, als we die hier neerzetten, dan gaat hij van appel naar appel. Dan gaat hij van groen naar groen. Oh, dan gaat hij weer van groen naar groen. Dan gaat hij van groen naar geel. En dan gaat hij van geel naar geel. Dit moet hem zijn, toch? We have a customer. Hello, I was wondering, do you happen to have apple? Die hebben we. Oh, I work. Good night, that shine. Oh, je hebt nog een appel. Laat ik die ook meenemen. Nice. Ah, oké. Okay. I fetched up. Blijkbaar kan dat dus ook. Dus als ik die hier... Oh, die is te groot. Oké, ik zie het. Dan doen we die hier zo. Even kijken, ja. Dan gaat ze naar een appel. Ja. Dan gaat ze naar groen. Ja. Dan gaat ze naar geel. Ja. Dan gaat ze weer naar geel. Ja. En dan gaat ze weer naar groen. Of naar de banana bedoel ik. Kijk. Is niet al te moeilijk. Is niet al te moeilijk. Maar er kunnen ze komen vast moeilijker aan. Oké. Is hier in de boutique nog iets te doen? Of? Oh, we moeten exit the shop. Nou, dan gaan we wel exit the shop. Well, it seems that we've gathered all information we can. Let's head to the hotel. Laten we dat doen, ja. Oh, dat is straight ahead. Oeh, daar staat de clown. Eerst even hier kijken. Dat is een mooie... Een mooi plakkaatje. Het is zo groot hier. Oh mijn god. Nee, oké. Verder geen hinweetjes. Nee, oké. Nou gaan we wel met hem praten, want hij heeft een puzzel. Ladida. Dudum, dudu. Dudum, dudu. Dilly, dum, didu. Didum. Oké, nice. Luke Professor, a clown. Ah, let me guess. First time in Montidor? Right. Hello, I'm Juggles. Your friendly neighborhood clown. And you are? Herschel Layton. I teach archaeology at Grassenhaller University. And here's a famous puzzle solver too. Ah, just lovely. That head looks superb on you, I must say. Speaking of heads, I'm sure I have a puzzle stashed somewhere in mine. Ah, here you go. My gift to you. We gaan een puzzel doen. En ik hou van puzzels. Oh, we zitten nog wel steeds op de onderste scherm. Ik weet niet of dat erg is. Wacht. We laten deze wel even openstaan. Oh no, Juggles is supposed to be on. Oh, is supposed to be on in a few minutes, but he has just tripped, and now there's juggling equipment all over the floor. Everything should be in pairs of two. Identically shaped and colored items. Oké, dus zijn alles zou per twee moeten zijn. Met dezelfde kleuren en dezelfde soort items. Maar er is één object. Die weg is gegaan. Dus er is één ding die er niet dubbel ligt. Oké, ik denk dat ik de truc al zie. Zien jullie de truc ook al? Als je goed kijkt, ligt van alles dubbel. Maar ik denk dat het om deze doos gaat. En dat is de manier hoe je met Professor Layton moet denken. Zie je?
no puzzle without a solution. Lol. Wacht. Kijk die muis in die doos zitten. Wow, smashing. Your young friend wasn't joking, was he? Hey, here's a bit of local knowledge for you. See that big stone slab? That's our famous monument. The whole history of Montidor is written on it. Fab spot for photos, though. Okay. It's mentioned in the guidebook. It says it commemorates the city's founding. That's the one. And there are plenty more tourist sites on over here. Speaking of which, did you enjoy the parade? Yes, we did. We had quite an exhausting time, in fact. We're about to retire to bed. If you're looking for hotels, look no more. The closest to here is the Camel's Hump. Brilliant service. Just head down this road on the left. We moeten naar links. And it will be on your right. You'll be there in no time. Okay. We're not too far from there either. Oh, by we, I mean the Stellar Circus. Okay, daar komt hij dus vandaan. We are a traveling group, a troop, you see? Okay, nice. Pop over and see us if you get the chance. We're not moving anytime soon. Okay. Oh, just look at this place. Well, Professor, it looks like Mrs. Ledore is putting us up in style. Haha, I don't think I've ever stayed in such exotic accommodation before. I suppose a city that lives on tourism must have its fair share of fancy hotels. Dat denk ik ook wel, ja. I can smell the roast lamb from out here. Oh, let's go in, Professor. Okay, alright then. What's going on here? Pam pam pam. Okay. Verder hintmuntjes? Hallo? Muntjes met hints erin? Nou, dan deze man maar even aanpraten. Alright, I've headed up to here. I don't know why I wasted my time over you. Good for nothing balls of fluff. What? Aw, look how cute these bunnies are. Cute? You find this sniveling little fur balls cute? Ha, huh, I've never seen an animal more pathetic than these two. I've a mind to cast these rabbits out of the troop for good. Doe eens even normaal. Cast them out. Why would you do that? Simple. If these old rabbits can't learn a few tricks, they are no good in my circus. They are an utter waste of time and resources. But that's horrid. I know. What if I took one and taught him some tricks for you? You? A mere child thinks he can train one of these stagnant, hopeless beasts where I, the ringmaster, have failed? I'm not a mere child. I can understand what they're saying. Oh ja, hij kan met dieren praten. Dat is ook iets goed om te weten. They say they don't want to leave all their friends at the circus. They say they'll work very hard from now on. And they say they're sorry. Don't they? Yes, they do. Please give them another chance. Well, the rabbit show is a circus favorite. If it can still be salvaged. Fine, take one of these floppy critters and get it to the master of the dramatic arts. Okay, if you can manage that, they can both say. You've got 1 week, but if its acting is wishy-washy or it starts nibbling on the set mid-show, oh yeah, that's what they're doing, yeah. They're both out. Out, out, got it? Yes, sir, don't worry, I'll train your rabbit and become a splendid actor. Dat is ons laatste dingetje. Choose a rabbit. We kiezen voor de witte rabbit. Oh, hoe gaan we hem noemen?
We noemen hem Lucky. The Rabbit Show minigame has been added to the trunk. You got a new play for your rabbit to rehearse. Sunflowers in the Storm. Oké, laten we dat meteen maar weer gewoon gaan proberen. Zoals jullie van mij gewend zijn. Gewoon meteen proberen. Dan kan het alleen maar snel gedaan zijn. Weten we ook een beetje wat we moeten doen. I see if you're gone for a white one. Dat klopt, ja. Yes, I'm naming him Lucky. Well then, it's all yours. If it's really got what it takes, we'll gladly take it back into the circus. And the other one too. And the other one too, the Brune. A sweet little fellow, isn't he? Just remember to bring him back to the circus once you have trained him up. Of course, I'm going to turn Lucky into a great actor. Snuff snuff. What's wrong, Lucky? It's Lucky trying to tell us something. Snuff. Lucky says he won't let us down. Ah, don't worry your fuzzy head. We'll get you back to the circus. Zeker. Ik weet niet of ik me dit nog kan herinneren. Thank you so much for helping me back there. I'm Lucky. It's nice to meet you. Do you have a name? Ja, ik ben Luc. Hallo. Okay, I know, I'm doing well enough, but I'll try my best, really, I will. And by the way, the ringmaster never understood a word I was saying, but you can actually talk to me, dat klopt, ja. Ah, that's amazing, you're a genius? Not quite. It's just a skill I have, okay. Tuurlijk zijn we vrienden, okay, let's go. Ik wil beginnen met de eerste ding zo meteen. In the Rabbit Show minigame, your aim is to help your rabbit become a worthy member of the Stellar Circus. You must help the rabbit perform the ringmaster's satisfaction in every play of the circus. Okay. Train, chat, okay. The rabbit helping learn lots of different actions. Okay. Ja, ja. We gaan wel gewoon kijken wat de bedoeling is. Even kijken of ik dit snap. En als ik het niet snap, dat is jammer dan. Okay. Ik heb nog geen idee wat dat precies moet zijn, maar daar komen we nog wel een keertje op terug. Of niet. Laten we gewoon... Eigenlijk gewoon het hotel ingaan. Dat lijkt me een goed idee. Let's inquire at the front desk. With any luck, they're already expecting us. Jezus, praten is pittig moeilijk. Oh, dat is oma Riddleton's huisje. That is familiar. Yes, I know what you mean. Just rather out of place. Dat klopt. Oeh, met haar kan ik gewoon praten. Oké. I'm Yuming. Lovely to meet you. Just wanted to share someone, please. Oké. Isn't it marvelous? Zeker. Oké, ik zit even te kijken of het interessant is om... Nee, zo te zien niet. Deze man heeft een puzzel, dat is zeer zeker interessant. Welcome, welcome. Do you have a reservation? Yes, I believe so. There's anything reserved on one for Herschel Layton.
Ah, yes, Mrs. Allure informed us of your arrival. We would like to welcome you as her special guest. One moment, please, while I'll find your keys. Do you suppose this place is owned by the Allures? It's quite likely. Everything in this hotel is in its own neat little place. That's very like Henry. Okay. Professor, how well do you miss Talador? What is he like? I remember him as a thoughtful boy, very quiet and hardworking, and never really talked to him though. Okay. We both lived in the same village, but he was just a friend of a friend. Never got to know him very well. But you knew Angela quite well, didn't you, Professor? I'm so sorry to keep you waiting. If you could just sign here and here. Perfect! I have a couple of lovely rooms for you. Here are your keys, and here's your complimentary puzzle. Ah, the Hardwathon. What an excellent service. Ooh, puzzle 12. Sharing the burden. Two posters have to carry 6 pieces of luggage of unknown weight. Okay. Each piece weighs a different amount, and they are labeled in order of weight from A till F. Okay. By A meaning it's the lightest and F it's the heaviest. Each piece weighs up to 10 kilos, kilogram natuurlijk, and the loyal the total weight is 40 kilograms or less. Each porter can carry up to 20 kilograms at once, and between them they want to carry it all in one go. Okay. How should they divide up the luggage between them? Pile it all up in their hands and then ring the bell. Dit is denk ik gewoon een kwestie van een paar keer proberen en dan kijken wat er gebeurt. Maar dit zou de lichtste moeten zijn. Nee, dit zou de zwaarste moeten zijn. Dus ik denk dat dit het goede volgorde is om... als je gewoon denkt van... A is het lichtst, F is het zwaarst. Dan moet A en F sowieso samen. Nou, dat hoeft niet altijd, maar ik denk het wel. En dan pak je de vierde in de rij van 6. Ik denk dat dit er moet zijn. Oh, nee. De rechterkant is te zwaar. Dus dan kan je D en C nog omwisselen. Ah, nou, dat was hem al. Don't keep me in suspense. Dit was niet zo'n moeilijke puzzel. Dit is gewoon trial and error. Dus dit is... Deze is niet zo moeilijk, laat ik het zo zeggen. Excellent work, sir. You are in room 502. And the young lady is upstairs in 602. Do you tell me if there's anything you need? Thank you very much indeed. I wonder if he just dishes out the same puzzle to everyone who stays here? Dat is een goede vraag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Ik zie jullie heel graag weer bij de volgende aflevering van Professor Layton, The Miracle Mask. Tot de volgende keer.